Koffie is mijn beste vriend en daarom wijd ik graag een volledige aflevering aan deze godendrank. Je eigen luxe koffiebar in je keuken. Met een simpele druk op de touchscreen maak je je latte macchiato en cappuccino in een oogwenk. Helaas heel veel geld waarvoor je eigenlijk even goed de deur kan uitlopen om naar de koffiebar te gaan. De kunstenares Hong Yi maakte een portret aan de hand van koffievlekken. Om exact te zijn, het zijn afdrukken van koffietasjes. De 26-jarige Shanghaise artieste beweerde dat het vooral moeilijk was om de juiste hoeveelheid water te gebruiken. Nu kan je van je kopje koffie genieten wanneer je maar wilt. Een compacte koffiezet die je met behulp van de oplader in je auto kan gebruiken wanneer je een dipje hebt. Een koffiepad, wat water en meer heb je niet nodig om er weer tegenaan te kunnen gaan. Koffie drinken zonder je tong te verbranden is een uitdaging. En dankzij Julie's, een uitvinding van twee jonge ontwerpers, blijft je koffie op de perfecte temperatuur, waardoor je tong verbranden nu tot verleden tijd behoort. Thanks for watching our video. I'm Dave and these are Julie's. My friend Dave and I have been working on coffee Julie's for the past 9 months. It started with a problem that I think everyone has experienced. Coffee isn't always the right temperature. I was tired of burning my mouth on coffee that was too hot, or waiting around for coffee to cool down, only to find that I missed my short window of opportunity and had to settle for cold coffee. Serving coffee at a lower temperature, or cooling it down some other way from the start, is great if you want to save your mouth, but I still think that it gets too cold too fast. Using Julie's solves both problems at once. When coffee is poured into a travel mug with Julie's inside, the coffee cools down to a perfect temperature 3 times faster than normal. Then, when the coffee would normally cool off, the heat that was captured inside the Julie's is released,
actually keeping your coffee pleasantly warm for twice as long. Koffie drinken in stijl doe je uit een tas van Clive. Pottenbakken is een heel oude ambacht, maar is en blijft populair. Zeker als je koffie mag drinken uit volgende handgemaakte tassen. Ik weet niet hoe jullie je koffie drinken, maar vaak komt er een klontje suiker aan te pas. Althans, bij mij toch. Volgende video gaat over een verdwaald suikermannetje dat op zoek is naar rust in zijn leven. I love coffee, I love tea. I love the java jive and it loves me. Coffee and tea and the java and me. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup. Boy. I love java, sweet and hot. Whoops, Mr. Moto, I'm a coffee pie. Shoot me the pot, now pour me a shot. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup. Oh, slip me a slug from the wonderful mug. I've got a rug that I'm stuck in the jug. A slice of onion and a raw one. Draw one. Waiter, waiter, percolator. I love coffee, I love tea.